Hallo en goed dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is uh, meneer Ruitenberg en vandaag werken met hefbomen. Dit is de eerste paragraaf van hoofdstuk 14. En ik heb mijn best gedaan om, om het zo duidelijk mogelijk te gaan overbrengen. Want dit is en blijft voor veel leerlingen enorm lastig. Um, doelen, dat zijn uh, deze, die komen één voorbij. En ik ga eigenlijk om te starten nog weer een klein stukje terug naar het derde jaar, naar de derde klas. Om even te begrijpen waar komt het ook weer vandaan, het hefboom. Want een wipwap is eigenlijk gewoon een hefboom. Het heeft een draaipunt en het heeft twee ja, lengtes. Een lengte die kant op naar het draaipunt toe en een lengte die kant op naar het draaipunt toe. En waar je gaat zitten bepaalt eigenlijk wie er omhoog gaat. Hoe dichter je bij het draaipunt zit, hoe groter de kans is dat jij omhoog gaat. Want wat is een hefboom nou? Met een hefboom... Het hele doel van een hefboom is dat je met een kleine kracht aan de ene kant een grote kracht aan de andere kant teweeg kan brengen. En dat heeft alles te maken met deze lengte. De lengte tot het draaipunt. Hoe langer je die maakt en hoe korter de lengte is van de andere kant tot het draaipunt, des te groter is het effect van de kracht. En wat is dan de conclusie? Met een kleine kracht. Kan je een zware last verplaatsen? En dat noem je een hefboom. En we gebruiken hefbomen overal in het leven um, om dingen makkelijker te maken. En ik kom zo meteen ook op heel veel voorbeelden. In de derde klas hebben we ook al geleerd daarmee te rekenen. En om daarmee te kunnen gaan rekenen, moet je even zien dat je een kracht 1 hebt. Wat mij betreft mag je dat ook kracht links noemen, omdat dat aan de linkerkant zit. Dat eentje dat is daar niet echt verplicht, maar dat is meer een beetje om dit schep in de chaos. Dus dan noemen we zeggen. Die kant van het draaipunt noemen we 1. En de andere kant van het draaipunt noemen we 2. Nou, dat is iets wat je eigenlijk zelf mag weten. Maar dit wordt vaak gedaan. Oké, okay, dus je hebt een kracht hier. En je hebt een lengte. Hier zo. De lengte van de kracht tot het draaipunt. Dat geldt ook aan de andere kant. Ook daar zit een lengte. En ook een kracht. Nou, stel dat we ze allemaal even een hoeveelheid gaan geven. Dan kan je aan de hand van deze formule. Kan je daarmee gaan werken. Dan moet je hem invullen. Dit is uh, de formule die je gebruikt bij het werken met hefbomen. Misschien heb je hem al eens een keer gezien. Hij staat niet letterlijk zo in je BINAS. Dus misschien is het handig om hem even op te schrijven. Want het is wel fijn als je dit goed kan gebruiken. En als je daarmee kan werken. De F1 locatie, daar moeten we natuurlijk 200 invoeren. En de L1, daar moeten we 10 invoeren. Dus door 200 keer 10. Dat moet gelijk zijn aan. Ja, F2 weet je niet. Dus die laat je maar gewoon als letter staan keer 2, L2 is 2. Nou, dan kan je deze zijde oplossen. 200 keer 10, dat is 2000. Dus dat kan je dan al oplossen. En dan heb je alleen nog F2 keer of iets keer 2 moet gelijk zijn aan 2000. Nou, dan weten we wat F2 is. F2 moet dan 1000 newton zijn. Je hebt de lengte 5 keer zo klein gemaakt. Je gaat van 10 naar 2. Dan gaat je kracht Wordt vijf keer zo groot. Van 200 naar 1000. Dat is het principe van een hefboom. Dat heb je al geleerd. En waarom ik dit laat zien, is omdat dit getal even nu uh, van belang is. Die 2000 daar, dat noem je ook wel met een soort spreektaalwoord draaikracht. Wat is de draaikracht aan deze kant? Nou, dat is 2000. Dat heeft dus te maken met de kracht en de arm. Nou, dat uh, kan je hopelijk iets bevoorstellen als je deze plaatjes ziet. Je hebt twee keer de draaikracht. Alleen hier is de draaikracht natuurlijk veel kleiner. Omdat ja, je hebt een, een kleiner tangetje. Dus de afstand, of ik bedoel, hier zit het de draaipunt. De lengte uh, tot je kracht. Hier oefen je even de kracht uit. Is een stuk kleiner dan aan deze kant. En je zag net, het was F1 keer L1. Ja, dus als je L1 een stuk groter kan maken in plaats van... Nou, we zullen zeggen in plaats van 10 centimeter, wel uh, 100 centimeter. Nou, ja, 4 keer 10 doet of keer 100, dat maakt nogal uit. Dan wordt de draaikracht een stuk groter. Maar het heet niet echt draaikracht, alleen dat vind ik een redelijk intuïtieve naam. Je kan het koppel noemen, je kan het torque noemen. Dat is in het Engels, maar dat gebruiken we in het Nederlands ook eens. Dus bij een auto, hoeveel torque, hoeveel koppel heeft die? Draaikracht is dus een woord, maar hoe noemen we het bij natuurkunde? We noemen het moment. We noemen dit het moment. Klinkt het waarschijnlijk verwarrend, maar helaas, we moeten het ermee doen. Er zal heel vaak in het boek voorbij komen, op de examen ook. Reken het moment uit in deze situatie. Nou, wat is het moment? Het moment uh, ga je uitrekenen met de formule, en dat ga je zo zien. Dit is een uh, draaipunt. Dit is een uh, massief stukje hout. En hangen aan beide kanten hangen daar gewichtjes aan. Als deze persoon het loslaat, wat gebeurt er dan? Dan draait hij linksom. Waarom draait hij linksom? Omdat het moment aan deze kant groter is. Het moment links is groter. Moment, we zagen het moment, hè, dat was die draaikracht, dat was die F1 keer L1. En ja, hier is de afstand 2 tot het draaipunt. En hier is de afstand 3 tot het draaipunt. Ja, of je dan, het zijn allebei twee gewichtjes. Of je dan keer 2 doet, of keer 3. Ja, dan wint de linkerkant. Dus het moment links is groter. Als je dat niet begrijpt, geen probleem, we gaan gewoon door. Want er komt nog meer over. Een andere situatie. Weer aan beide kanten twee gewichtjes. Hier zitten ze op 3, daar zitten ze op 4. Op het moment dat je het loslaat, gaat die rechts om. Waarom? Want het moment rechts is groter. Nou, hoe reken je het moment uit? Het moment reken je uit dus door de kracht keer de lengte te doen. Lengte tot het draaipunt, maar dat is meestal aangegeven. Kun je afkorten met deze formule. Hoofdletter M, belangrijke hoofdletter, kleine letter M betekent massa. Hoofdletter M, maak hem zo groot als mogelijk, is F keer L. Kracht keer lengte. Hier zie je hoe je dat allemaal kunt invullen. En je kan hem ook terugvinden, de formule in je BINAS. Die staat in tabel 7, bij plek 15: het moment. Het moment kan je uitrekenen. M is F keer L. Hier staat ook nog de eenheid. De eenheid is nieuw. Het is newtonmeter. Newtonmeter. Dat is ook wel logisch, want je doet de hoeveelheid newtons, doe je keer de hoeveelheid meters. En als je newton keer meter doet, dan kom je op newtonmeter uit. Net als dat je bij deze formule ESP keer T, als je dan het vermogen in kilowatt opschrijft en je doet dat keer de tijd in uren, dan krijg je je eenheid in kilowattuur. Kilowatt keer uur, kilowattuur. Newton keer meter, newtonmeter. Hetzelfde patroon. Gaan we door. Welke van deze twee kranen, het heeft allemaal nog met hetzelfde te maken? Zal het eerst omkiepen? Welke is de draaikracht het grootst? Welke is het moment het grootst? Dat is de rechter. Waarom is dat de rechter? Nou, Dat heeft te maken met de lengte. De lengte hier is 7,5 en de lengte hier is 15. Dus is dus groter. F keer L. De kracht is in beide gevallen 8. En de L-waarde is hier twee keer zo groot. Dus het moment is ook twee keer zo groot aan deze kant. Hoe groot is het moment dan echt? Nou, even uitrekenen. Dat kan je doen met de GG-FIRE-methode. Wat bedoelen we ermee? Nou, schrijf eerst op alle gegevens die je hebt. Schrijf daarna op wat er is gevraagd. Dan de formule. Dan invullen resultaat en eenheid. Als je die stappen doet, ben je vaak veel minder, of maar ben je vaker foutloos. Zeker bij het examen. Gestructureerd werken uh, kan je heel veel punten opleveren. Want als je gestructureerd werkt, dan kan je vinden, hey, ik zie een f-waarde en ik zie een l-waarde. Oké, okay, dus die kan ik als bij gegevens opschrijven. Ik heb een f en een l. Hoeveel is de f? f is 8. En nog niet klaar, maar nog een eenheid achter. 8 kN. Wat is de standaard eenheid van kracht? Kan je even je binas erbij pakken? Ga je kijken bij kracht? Kracht f is in newton, dat is de standaard eenheid. Oké, okay, dus ik moet omrekenen van kilonewton naar newton. Hoe doen we dat? Dat is keer 1000, dus dat wordt 8000 Newton. Dan heb je nog de lengte. Lengte staat 15 meter. Is dat de juiste eenheid? Ga je kijken bij lengte. Meter. Ja, dat is de juiste eenheid. Top. Kijk, kan ik zo laten staan. Wat is er gevraagd? Nou, het moment is gevraagd. Dat was de hoofdletter M. Welke formule hoort erbij? Ga je zoeken. Je hebt nu de M, de F en de L. En dan zie je dat deze formule als enige passend is. Dus die schrijf je op. Die ga je gebruiken. Hij staat al in de goede vorm, dus je hoeft hem niet om te bouwen. Je kan hem nu gaan invullen, uitrekenen het resultaat en de eenheid erachter zetten. Nou, dat wordt dus 8.000 keer 15. Moet gelijk zijn aan, kun je gewoon in een 120.000. En welke eenheid komt erachter? Nou, weet je niet meer, gewoon je binnens erbij pakken. Moment, staat hier ook. Newtonmeter is de eenheid. En m, oké, okay, schrijven we erachter. En dan heb je je vraag opgelost op de juiste manier. Je hebt er geen stap over geslagen. En de kans dat je een foutje maakt is op deze manier gewoon veel kleiner. Dus neem die oefening ter harte, zou ik zeggen. Nou, dan hebben we nog de speciale situatie wanneer een hefboom in evenwicht is. Als de hefboom precies in evenwicht is, dan geldt de momentenwet. Nou, wat bedoelen we met de momentenwet? De hefboom is in evenwicht als het moment linksom, dus de draaikracht linksom en de draaikracht rechtsom, even groot zijn. Dan gebeurt er niks. Dat noemen ze ook wel de. Evenwichtsvoorwaarden, en dan wordt hij wat concreter. Het moment linksom moet dan gelijk zijn aan het moment rechtsom. Staat ook in je BINAS, staat in dezelfde tabel, tabel 7 onderin. Evenwichtsvoorwaarden staat hier een beetje aan de rechterkant. Pak maar gewoon die. Moment linksom is moment rechtsom. En dat geldt bijvoorbeeld in deze situatie. Kijk, als ik hem hier loslaat, gebeurt er niks. Waarom? Nou, het moment linksom is even groot als het moment rechtsom, want ze hangen allebei op plekje 3. En er zit allebei de, de even grote kracht die hier werkt. Er is dus een evenwicht. En als er een evenwicht is, dan kan je dat ook bewijzen. Je kan dat bewijzen door uit te rekenen dat de momenten aan beide zijden even groot zijn. Dus laten we dat in een ander voorbeeldje even proberen. Uh, wat staat er allemaal gegeven? Nou, hier zit weer het draaipunt. We zien een lengte. En we zien een aantal gewichtjes. Er zijn twee gewichtjes. Elk gewichtje is 50 newton. Okay, dus dan is dat 1 newton bij elkaar. En aan de andere kant 10 centimeter, 3 gewichtjes, 3 gewichtjes. Dat wordt dus 1,5 newton. Evenwicht? Ja, er is evenwicht. Wat weten we dan? Het moment linksom moet gelijk zijn aan het moment rechtsom. En dan kan je het bewijzen. Want, daar komt-ie. Het moment konden we uitrekenen met f keer l. Dus ik kan ook zeggen, f keer l aan de linkerkant moet gelijk zijn aan f keer l aan de rechterkant. Ik hoop dat je dat snapt, want dat ga je heel vaak moeten doen. Dus dat kun je zo invullen. Als dat waar is, dan weet je, nou, f1 keer l1 moet gelijk zijn aan f2 keer l2. En dan gaan we ze invullen. Wat was de kracht? De kracht hier was 1 Newton. Zo vul ik 1 Newton in. En de lengte, oh, dat moet in meters. Uh, dat is dus 0,15 meter. Moet gelijk zijn aan, in dit geval, 1,5 Newton. En de afstand, of lengte, is hier 0,1. Zo dus zet je dat neer. En als, één doet, en als je 1 keer 0,15 doet, dan komt daaruit 0,15. En als je 1,5 keer 0,10 doet, dan komt daar ook uit 1,15. Hey, het moment linksom en het moment rechtsom zijn inderdaad even groot. Het klopt, er is evenwicht en dat hebben we nu bewezen. Nou, als je dat weet, dan kan je ook dit soort raadseltjes oplossen. Ik heb hier een blok van 20 kilo en een blok van 5 kilo, die heb ik al op een wipwap gelegd. Hier zit natuurlijk een draaipunt, het is altijd goed om dat te zien in een tekening, waar zit het draaipunt. En laten we er even vanuit gaan dat dit 1 meter is, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dat maakt het rekenen wat makkelijk. En blok van 5 kilogram zit dus op 4 meter afstand. Nou, dan kan ik bedenken waar moet ik die plaatsen door te doen wat we net ook hebben gedaan. Um, hier op het kruidbord rechts hebben we alvast wat uitwerking ingevuld. Om evenwicht te krijgen moet moment linksom gelijk zijn aan moment rechtsom. Nou, kan ik dus ook schrijven als f1 keer l1 is gelijk aan f2 keer l2. En dan gaan we het invullen. Alleen nu is die wat lastiger, want 5 kg, dat is de massa. Dus de massa is 5 kg. Wat is dan de kracht? Nou, de kracht die op deze 5 kg werkt, is de zwaartekracht. De zwaartekracht kan je uitrekenen door de massa keer g-waarde te doen. En de g-waarde was 10 op aarde. En de massa is 5, dus dan doe je 5 keer 10, dat is 50. 50 Newton is de kracht op de ene baksteen. Oké, okay, ga ik allemaal even weghalen. En dan staat hij in beeld. Dus het is 50 Newton aan kracht keer lengte van 4. Moet gelijk zijn aan een kracht van ja, 20 kilo, dus dat is keer 10, dus dat is 200 keer L2. Oké, 50 keer 4 kan ik oplossen. Dat is 200. Dus het wordt 200 is gelijk aan 200 keer iets. Nou, wat moet dat iets zijn? Dat iets moet 1 zijn. Oké, okay, dus die moet er op 1 meter afstand. Dus hij moet bij de 1 moeten kunnen plaatsen. En als we dat doen, dan komt hij ook daadwerkelijk in evenwicht. En dan hebben we het dus goed opgelost. Kijk, als je hem op 4 zet, dan zie je dat wint de 20 kilo als het ware. Dan is het moment rechtsom groter. En dan gaat 5 kilogram omhoog. Nou, probeer dit voorbeeld even zelf. We hebben eentje van 5, dan moet ik die plaatsen om in evenwicht te komen met die van 10. Komt nu het antwoord. De antwoord is 6. Waarom is het 6? Nou, omdat je 100 keer 3 doet, is 300. 50 keer iets moet ook 300 zijn, dat is 50 keer 6. Dan kan je natuurlijk gewoon met je rekenmachine oplossen als overrekenen wat lastiger is voor jou. En inderdaad, we hebben dan een evenwicht. Nou, nog eentje om het af te leren. We hebben een meneer en een jongetje. Jongetje 20 kilogram, en meneer is 80. Je ziet hem hier al ingevuld. 200 keer 8, dan zit op plekje 8. 200 keer 8, dat is 1600. Iets, keer 800 of 800 keer iets. Dat natuurlijk, maakt niet uit. Moet 1600 zijn, dat is dan dus 2. Dus we moeten meneer op plek 2 zetten. En dan komt de WIP in evenwicht. Nou, ik hoop dat het steeds duidelijker wordt voor je. Want uh, tot zover echt het rekenen hieraan. Dan nu nog een klein stukje enkele en dubbele hefbomen. Dit zijn allemaal hefbomen wat je hier ziet. Um, dan zit hier bij bijvoorbeeld een, een dop van een fles afhalen, dan zit daar het draaipunt, draai je dan omheen en dan kan je redelijk makkelijk je top eraf halen. Dat komt omdat deze afstand en die lengte is een stuk kleiner dan die lengte, misschien ook wel vijf keer zo klein, dus je kracht wordt vijf keer zo groot. Nou, een koevoet spreekt denk ik voor zich, je kan je spijker tussen doen en dan kan je hem zit hier een draaipunt, nou en daar kan je ook uh, enorme krachten mee zetten. Je trapper is ook een hefboom, je stuur is een hefboom. Alleen dan draait hij als het ware om dit punt heen en dan door deze as van boven naar beneden toe. Dan kan hij dan omheen draaien als je stuurt. En dan is, ja, ja. heb je daar zo'n afstand zitten tot het draaipunt die je kan gebruiken om kracht te zetten. Um, het is ook, uh, denk ik, wordt het zo intuïtiever. Pardon. Als hier het draaipunt zit, waar pak je deurklink dan vast om het makkelijkste de deur open te doen? Is dat met een kleine afstand tot het draaipunt of met een zo groot mogelijk afstand tot het draaipunt? Hopelijk begrijp je dat, dat je dan als je hem op het einde vastpakt, dat je dan dus een grotere lengte hebt en dat je kracht als het ware meer wordt vergroot. Dus dat je draaikracht groter wordt, want het is M is gelijk aan F keer L. En je wilt dus L zo groot mogelijk hebben, want die kracht, ja, je hebt maar één spierkracht en dat is aan beide kanten is dat gewoon evenveel. Nou, enkele en dubbele hefbomen. Wat is een enkele hefboom? Dit is een enkele hefboom. De deurklink is een enkele hefboom. Uh, dit is een enkele hefboom. Dit is een enkele hefboom. Wat is dan een dubbele hefboom? Een dubbele hefboom is bijvoorbeeld een kniptang, of een waterpomptang, of een knijptang, of een walnotentang. Nou, je hebt heel veel tangen. Dat is meestal een dubbele hefboom. Een schaar is ook een dubbele hefboom. Waarom? Nou, omdat hij ja, twee hefbomen bezit. Ik kan die makkelijker zeggen. Um, de groene, dat kan je zien als één hefboom. Nou kan je bijvoorbeeld uitrekenen, 1 newton, 12 centimeter, kan je hem invullen. Laten we hem even een paar stappen overslaan. Dus dat wordt 1 keer 12, moet gelijk zijn aan puntje, puntje. Dat is dan even F2, F2 dat lijkt er zelfs maar moet F2 zijn, keer 3. Dit kun je oplossen, het wordt 12. En dan is dat 3 iets, keer 3 moet 12 zijn, dan is de kracht hier is 4 newton. Wow, wat een handschrift, 4 newton groot. Dus dat is de kracht van hier op de spijker naar beneden, 4 newton. Maar we hebben ook nog een gele zijde. Ja, en die heb je natuurlijk ook gewoon met dezelfde kracht vast. Dus dan heb je de andere kant op ook nog eens een keer zo 4 newton erbij. En dan is de totale kracht op de spijker is 8 geworden. Omdat je niet een enkele maar een dubbele hefboom hebt. Nou, is niet heel complex. Dat heb je ook in de derde klas al gehad. Ik zou zeggen: lekker wat opdrachten maken om hiermee te stoeien. En dan gaan we de volgende week eigenlijk gewoon weer een beetje meer verder. Uh, alleen maken we hem nog weer iets moeilijker. Ik hoop dat je wat aan deze les hebt gehad. En uh, nog een fijne dag.